Hey, super leuk dat je hier bent bij deze nieuwe weekvlog. In deze weekvlog is het ook de eerste, maar ook weer de laatste keer dat ik uit kan in Amsterdam. En ben ik gezellig met mijn vriendinnen vakantie aan het vieren. Daarnaast kan je zien dat de helft wel kijkt, maar nog niet is geabonneerd. Dus ben je dan nog niet geabonneerd? Vergeet me zeker niet te supporten door op de rode knop te klikken. En laten we dan maar beginnen met de vlog. Oké, het is alweer maandagavond. Ik heb vandaag niks gedaan, want ik had het hele week een kater. Dus ja, het is 9:15 en nu begint pas het leven. Weet je, het is vakantie, dus waarom ook niet? Anne staat voor de deur, want we gaan naar de McDonald's. En ik heb hier een plek op mijn kop, want iemand is meestal tijdens uitgaan met een peuk tegen mijn fucking gezicht aangekomen. Dus is hier een brandwond. Anne had hier ook spullen laten liggen, want hij was hier gezellig blijven slapen. Dus ik ga dus naar buiten. Het was een rare chaos beginvideo, maar ik ga. Goedemorgen allemaal, het is vandaag dinsdag. Het is zo'n chaos in mijn leven. Echt, oh my god. Ik weet niet wie het nog meer heeft, maar altijd als ik terugkom van vakantie, dan moet ik zo mijn ritme vinden. Ik heb vandaag mijn hele kamer opgeruimd, want het was echt één zooi. Het was echt niet normaal. Dus het is nu weer lekker opgeruimd. En ik moet de vlog editen voor vanmiddag. Ik moet kleding gaan uitzoeken. Ik heb namelijk echt 3 dozen en tassen vol met kleding. Ik moet even lunchen. Het is 12:30. En ik moet vanmiddag werken. Dus ja, weet je, het is op zich wel druk. Een soort van veel te doen. Maar ja, niet stomme dingen of zo. En ja, ik wil gewoon mijn kleding gaan doneren aan Leger des Heils. En de andere leuke dingen aan mijn vriendinnen geven. Zodat ze dat kunnen uitzoeken. Ja, dus een beetje dat eigenlijk. Niet echt een bijzondere dag. Ik ga deze week wel weer voor het eerst uit in Amsterdam. Corona happened. En dus donderdag ga ik weer voor het eerst uit. Ik ga zaterdag naar een festival. Superleuk. Ja, gewoon helemaal leuk weekend en alles weer. Dus super chill. De Zakynthos vlogs worden super goed ontvangen. Dus dat is ook heel erg leuk om te zien natuurlijk. Dat ga ik nu een beetje doen. Het is niet zo bijzonder, maar ja. Oké, jongens. Ik heb even een lunchje gemaakt. Ik heb nu een wrap in het tosti-ijzer met gesmolten kaas. Philadelphia, pesto, sla, tomaat. Dat was het eigenlijk. Geen idee of die lekker gaat zijn, maar we gaan het zien. Ik hoop het. Ja! Dat is echt zo'n koordingetje, dat kannetje. Hé, hey, dit is een leuke standaard. Mooi. Zie je, gaat lekker whiskytje in schenken. Ja. Nou, jongens, ik heb net gewerkt. En ik heb nog steeds hier een of andere eetvlek. Weet je hoe dit komt? Ja, nog een peukje. Ja. Oh, dat is jouw. Ja. En Anne die heeft me net dus geholpen met werk. Echt chill. En we zijn nu lekker bij Esmee aan het wijden. Dat zie ik daar zo lekker. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag woensdag. Is het al... Nou, wat fuck. Het is woensdag. Volgens mij heb ik echt toch vet weinig gevlogd deze week. Ik moet er helemaal in het vloggen inkomen. Want ik heb zoveel gevlogd op Zakynthos. Omdat we zoveel leuke dingen gedaan. Toen ik even weekend niet gevlogd. En nu ben ik echt een soort van aan het bijkomen. En ik ben ook helemaal niet veel aan het doen. Ik ben alleen maar aan het regelen, editen. Dit online krijgen, dat doen. En ik ben helemaal geen leuke dingen aan het doen. Maar deze week ga ik wel heel veel leuke dingen doen. Ik ga vanavond gezellig uit eten. Voor het diploma uitreiking van Stans broertje. Morgen ga ik uit in Amsterdam. Vrijdag ga ik gezellig met de meiden. Zaterdag heb ik een festival. Dus ik heb wel echt een superleuk weekend of een superleuk week. Dus er komt nog genoeg aan. Niet dat je denkt, wat een saai kutvlog. Ja, ik heb dit vandaag aan. Dit is de outfit of the day. Deze top van Chiquelle. Deze broek van Naked. Love the fit. Broek, hij zit echt super goed aangesloten bij mijn taille. Het is maat 38. Ik heb het echt weinig bij broeken. Want hij is ook niet heel stretchy. Daardoor blijft hij gewoon goed zitten. En leuke schoenen eronder van Naked. En ik doe er hierover denk ik gewoon een blazer. Dus dat is de outfit. En dan ga ik zo meteen naar Stan gezellig. En dan gaan we samen even lunchen. Denk ik een broodje carpaccio maken of zo. En dan ja, gaan we naar het diploma uitreiken van zijn broertje. En dan gaan we gezellig uit eten. Het is echt wel een vet leuke dag. Oké, ik ben nu bij Stan en ik heb even boodschapjes gehaald voor de lunch. We gaan lekker een broodje carpaccio maken. Dus ik heb carpaccio gehaald. Even een lekker sapje. Ik heb 2 gemberschotjes. Dat kan geen kwaad, want ja, het is altijd goed voor je. Ik heb truffelmayo. Italiaanse bol. Oh, en hier heb ik nog rucola.
eerst even een lekker broodje maken. En dan gaan we zo meteen denk Love Island kijken. Sinaasappel, azijn en honing. Dag honing, dat smeert lekker de keel. Gaan we één keer doen? Weet ik niet. Ik ga hem eerst proeven. Oh! Nee. Stinkt. Wat lekker. Maar ik ga hem wel shotten. Jij? Zo. Wel goed. Best wel zoet. Maar ja, het is alleen maar goed voor je. Dat is de enige reden waarom ik het neem. Nou jongens, kijk eens hoe goed dit is gelukt. Hartstikke lekker man. Dit gaan we lekker eten. Alright guys, het is inmiddels alweer 9:45. We hadden net heerlijk gegeten voor het broertje van Stan die was geslaagd. We hadden gegeten bij koeien en kaas, dus we hadden ze een biefstuk en zo. En we hadden vooraf allemaal lekker stukjes vlees en kaasjes. En voor hoofdrecht had ik een stukje ossa's. Dat was echt super lekker. Heerlijk. En we zijn nu onderweg naar Stan's huis. We gaan nog even lekker naborrelen. En ja, we gaan niet zoveel van doen vanavond. Lekker op tijd slapen. Morgen ben ik ook al met Stan. Ik wil eigenlijk het liefst even naar de zonnebank hier. Hier is echt een goede zonnebank. En ik moet testen morgen, werken. En vanavond, morgen ga ik ook lekker uit in Amsterdam. Helemaal gezellig, leuke planning. Ik heb echt super weinig gevlogd deze week nog. Dat heb ik al gezegd. Maar ik kan wel heel veel leuke dingen aan. Dus dat. Jongens, ik heb vandaag nog niet eens gevlogd. Ik weet niet waar het fout gaat. Maar het is inmiddels al 4 uur. En ik ben nu de vlog aan het uploaden. Maar dat lukt niet echt. Ik ben nog bij Stan. Het was weer één stressdag. Dus ja, ik zal jullie even bijpraten. Vanochtend ging ik testen voor toegang, voor de clubs vanavond. Vanavond ga ik uit. Daar ben ik negatief voor gelukkig. Dan ging ik de hele middag editen. De vlog duurde langer. Het is nu 4 uur geweest. De vlog is niet online, maar zo voor 3 minuten staat hij online. Hey. En ik heb even geluncht. Ik heb echt snel een tosti op. Ik heb allemaal rare vlekken op mijn hoofd. Ik zie er gewoon niet uit. Ik lijk wel... Ik weet niet wat er allemaal gebeurt met mijn hoofd. Maar goed. Ik ga zo meteen naar mijn werk. En dan naar mijn werk heb ik over stress. Dus... Nou jongens, het is inmiddels alweer avond. Ik heb me al helemaal opgemaakt. Geflikt. Ik heb... Maar dit is de mooiste wegbeschrijving die ik ooit heb gezien. Ja, dit is mijn hoesje doorheen. Van Nick. Ik heb dit jurkje aan. Super leuk. Met deze hakken. Helemaal fleeky. We gaan dus naar de Superclub in Amsterdam. Ik heb al mijn girls helemaal opgemaakt. Ik heb iedereen even getouch-up. Annie ziet er ook helemaal mooi uit. Nina heb ik ook opgemaakt. Helemaal fleeky girl. Kijk eens wat jij aan hebt. Oké, vertel ook maar wat van is, anders krijg je er daar een vraag over. De kattenclub. Leuk ja. Hè? Wat voor regen is van de week? Deze van Lovie is de riem. Schoenen. Weet ik niet meer. Mijn jurk komt van... Moet je filmen? Conquest Fashion volgens mij. Of... Bij Jules Fashion. Riem. Geen idee. Volgens mij van de... Sarah of zo. Ja, zou wel kunnen. Ja, die riemen weet ik ook niet zo goed. Weet ik niet meer. En deze laars zijn ook die van Bios Fashion. Is dat dan een setje? Ja. Hoorden bij elkaar? Nou ja, ik heb wel bij elkaar gekocht. Nee. Stop. En ze hebben een ander shirt aangedaan. Oh, nee. Nee, ze moest wit. Maar je moet eventjes. En ik heb een leuke tasje. Nou, helemaal goud. Jongens, ik heb deze dag, deze week, echt nog maar 2 keer gevlogd of zo. Oh, dus ik moet even veel vloggen. Sorry, ja. Heb je op vakantie veel gevlogd? Nee. Ik heb al 2 vlogs gevlogd. Nee. Ja. Nee, dat andere was veel leuker. Nee, jongens, kijk even wat Esme heeft gedaan. Kijk even wat Esme heeft gedaan. Oh, ik ga vaak al. Dat is echt hard. Echt heel hard, ja. Ik voel me ook echt een sukkel. Dus het is ik vind het andere ook leuker. Je straalt ook een soort uit, nee. Ja. Dat is gewoon niet fok met mij. Daar word je zwart aan, hè? Voel ik. Ja, dus als ik, als ik ruzie heb, zeg ik S. En dan is het zo aan, ik ja. Ik denk iedereen gelijk, zijn vieze man, die fok me daar. Ze zijn
Hersen make-up heb ik ook gedaan. Mm-hmm. Ja, helemaal fliek. Oh my god. Ik heb een beautyblender. Ik heb echt Loni op... Nieuw. Nina Maya beautyblender. Ik heb echt Loni zo goed opgemaakt. Nou jongens, we zitten nu in de taxi. Hey jongens, dit drankje moest zo op zijn op de A4 en we zijn al lang op de A4. Atten. Ja, Alina, jij moet echt atten. Ja, hoe moet jij dan ook? Nou. Oh. Ik moet dit ook. Alin. Jij hebt ook nog best veel. Ja, ik zeg altijd Anna tegen Nina, Nina tegen Anna. Ja, wat is het nou even voor belang? Misschien dat ik snel aan heb. Ja, dat is het. Nee. Zo, ik heb echt witte tanden. Zo. Ja, maar jij lijkt je tanden. Ja, ik heb mijn tanden laten zien. Jij gaat weer dat ding laten zien. We hebben nog Hardy. Maar als jullie... Het is wel een spijtig publiekje. Maar we hebben nu gewoon geen waar zijn jullie netjes dan? Het is maar zo anders. Hè? Ja, helemaal. Maar jij hebt genoeg verwacht. Ik wel. Die heb jij, hè? Jongens, we gaan ons glas atten. 3, 2, 1. Eeuw, ik ga dood. Gadver, ik ga dood. Jongens, we zijn gewoon uit. We zien hem al. We hebben het gewoon. Zo gezellig. Zo, nu wij gewoon leuk. Woe, we staan er weer. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag vrijdag. Het is de volgende dag. Het is een katerdag. Ik heb zo'n kater. Holy motherfuckers. Het is ook gewoon echt al 2:30 geweest. En we beginnen nu pas per dag. We hebben lekker ontbeten wel. En ik heb net even gedoucht. Maar holy shit. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zaterdag. Gisteren was ik zo ongelooflijk brak. Holy shit. Dat is echt niet gezond. Ik had echt zoveel gezopen. Oh, het was zo grappig wel. Laatste keer uitgaan. Gisteren persconferentie. Alles wordt er helemaal kut. En naar de kloten. Ik had vandaag ook een festival. Nou, gaat dus niet door. Ik heb net Stan even thuis afgezet. En ik ga nu Esmee en Anne ophalen. En we gaan gezellig naar de Westfield Mall. Gaan we gewoon even wat eten. Misschien even een paar winkels in. Even kijken wat leuk is. Dus nou ja, dat, dan is het maar even een keertje zo. Aan de ene kant vind ik het kut dat alles dicht is. Maar aan de andere kant wil ik heel erg graag op vakantie. Dus ik had echt geen zin in dat Nederland op rood kwam. En dat we dan dus niet op vakantie konden. Maar ja, ik ga naar Gerso. En daar is het ook helemaal kut. Oh, ik word gebeld door Esmee. Yo! Ben je al klaar of niet? Niet helemaal. Oh, dan haal ik eerst wel Anne op. Ja? Oké, cool. Ja. Oké, nou. Nog een ja. Is goed, ik zie je zo. Tot doei. You. Dat dacht ik dus al. Esmee, die is altijd... Nou, in ieder geval, die staat nooit klaar. Die is nog nooit op tijd geweest. Maar goed, ja, dus ja, wel echt fucking kut. Ik ben wel echt blij dat ik nog uit ben geweest in Amsterdam. Alleen wel echt kut dat mijn festival vandaag niet doorging. Maar ja, we gaan er iets leuks anders van maken. Vanavond hebben we ook nog een feestje bij een vriend. Dus, weet je, we gaan gewoon best van maken. Ja, en ik hoop gewoon dat ik op vakantie ga. Ik ga dus naar Gerso en het is daar niet echt open allemaal. Maar ja, weet je, boeien, we gaan daar gewoon heen. En we maken er zelf gewoon een feest van. Ik zie het allemaal wel. Dus ja, dat is vandaag een beetje de planning. Ik heb volgens mij echt fucking slecht gevlogd deze week. Maar goed, ja, ik zie
wel of ik het online zet of dat het een leuke vlog is of niet. Het is ook gewoon een beetje mijn leven nu. Ik ben alleen maar druk bezig geweest met die Sukintos vlogs. Dus nou ja. Nou jongens, change of plans. Ook hè. We zitten nu bij Loetje in Breukelen, lekker op het terras. Ik heb lekker een broodje carpaccio samen met Anne en biefstuk. En Essie heeft lekker een broodje rosbief. Helemaal leuk. Oh jongens, zo lekker dit broodje carpaccio. Dit is zo goed en we hebben ook lekker biefstuk. Oh. Nou jongens, ik heb er net eventjes een beetje mijn make-up erbij gewerkt. En Anne die heeft heel leuk dus mijn haar gekruld. Ik vind het zo mooi. Ik doe dat dus echt nooit, maar ik vind het wel heel leuk. Ik heb dit topje aan. Leuke kanten en dan deze broek. En dan Dr. Martens, helemaal leuk. En we zijn dus hier lekker aan het koken bij Ismee. We hebben lekker garnalencocktailtje. Burrata salade. En we gaan nu pancetta maken. Lekker wijntje. Helemaal cute. Zo leuk dit. Lekker met de girls. Nou jongens, we zijn nog steeds bij mee. En we gaan dus zo meteen naar een feestje. Maar ik weet zeg maar niet waar mijn telefoon is gebleven. Ik moet zien. Oh, dat was een zachte vlog. Oh, ik denk dat zit je met de praat tegen die vlog. Eerlijk, kijk hoe leuk Esmee eruit ziet. Ja, ik zit wel te twijfelen. Dit zo wel, of zal ik het zo doen? Wat zou ik doen? Hij is niet scherp. Laag. Hij is helemaal niet scherp. Oh. Heel wazig. Oh, heel wazig. Sjochje? Wie heeft mijn krulton? Mijn nagel ligt eraf. Wie heeft mijn krulton uit? Fuckers. Ja, ik ben trots op jou. Hallo, wat zit er voor fucking rare vlek op mijn kop? Vlek? Wat voor vlek? Oh, je hebt net dat korstje eraf gepikt. Is dat weer een korstje op? Ik heb het eraf gehaald. Was dat beter, dat korstje? Nee, dit is beter. Dit is beter? Dippen. Gas, ik neem net wondwater. Wondwater? Nee, wondwater! Ik heb net mondwater in mijn hoofd. Doe een beetje zo. Doe een beetje zo. Ja, dit is beter. Doe nog eens een keer zo met je tong erop. Tong erop? Hallo, ben je leuke vrouw? Nee, zit goed. Oké, mag ik iets zeggen? Ja. Ik had net mond, maar... Nee. Mond. Ik had net mondwater in mijn mond. En Anne... Wat zei je nou? Anne zei het heel grappig. Dus ik spuug letterlijk die mondwater op die spiegels. Nee, dit gaat helemaal fout. Jawel. Niet doen. Ik help je maar niet doen. Dat is niet goed. Fucking goor. Es, laat eens even zien wat je hebt. Dat hebben we al laten zien. Nog een keer. Maar ze hebben een beetje pijn eraan. Het staat hier waarschijnlijk op. Alleen voor moraal gebruik. Nee, niet voor moraal. Niet voor moraal. Dat staat hier op. Moraal. Direction. Apply as needed. Ja, dat is wel nodig. Ja. Warnings. Keep out of children. Daar ben ik niet meer. Oh, nee. If irritation, ook niet. Weet je wat ik denk? Nou. Dat je gewoon lekker moet doen wat je wil. Ik denk ook. Hey, de ballen, we gaan naar buiten. Ik denk het ook. De ballen, laat ze niet vallen. Hey! Waarom zit dit zo raar? Maar ik ga fietsen, denk ik. Ik doe mijn jas aan. Echt? Het is maar zo mooi. Wow, dit is een mooie spiegelvlog, eerlijk. Ja. I'm a gentleman. Ik kan het nog aandoen, dat is beter. Arpie. Is dit mijn? Nee, sir. Nou, wow. Dit is leuk. Dat is leuk. Ik wil ook even een jasje aan. Oh, wacht. Gas, mijn nagel ligt er bijna af en toe. Ja, haal er nu af. Nee. Geef eens. Nee, kijk dan. Het is hetzelfde als je tand eruit trekt. Nee, ik doe het niet. Jongens, ik doe het. Dat deed ik vroeger wel. Ik ook zo. Ik deed het zelf draaien. Ja, ik deed het zelf draaien. Gewoon thuis naar het. Nee, dat deed ik niet. Ik deed echt zelf draaien. Of tot ja, ik deed het ook. Ja. In mijn eentje in de badkamer ja. Stond. En niemand mocht kijken, hè? Niemand mocht ermee doen. En dan was hij eruit? Heel mooi. Zijn jullie tandje draaien? Of tandje trekken? Ik ben eigenlijk ook tandje draaien. Ja, je bent echt een faker. Je bent echt een faker. Ik ben zo fake. Doe je fake shit. Zeg maar niet vlog. Jongens, leg het uit. Dit is water, dus handig. Het is ook water, zo handig voor de terugweg. Dus wc-papier is altijd handig. Voor heenweg, terugweg, maakt niet uit. Oké, Malibu is voor op feestje. Sours, ook handig voor feestje.
En? Wat heb je in je hand? Geen idee. Laat het zien. Malibu Cola. Er komt iemand aan. Hij moet nu uit. Oh. Nou. Wij moeten een nieuw koop. Nee, we zijn aan het wachten op iemand. Maar ik wilde nog iets zeggen, jongens. Die woont hier twee huizen verderop. Dat weet ik, hè. Van de Pijl. Die is nog even haar eigen drankje aan het halen en dan komt ze eraan. En waar gaan we nu heen? Nieuwveen. Wat voor een nieuwveen? Met de vlogger. Ja. Neus. Oh. Hallo, wat vind je? Ik wil nog iets zeggen, maar weet niet meer wat. Nou, joe. Oh my god, jongens. Dit is echt de slechtste vlogweek in mijn leven. Het spijt me. Het komt gewoon echt door de vakantie. Ik echt gewoon 0,0,0 ritme heb. Ja, ik weet niet. Als ik een kater heb, dan kan ik sowieso dat ding niet zien. Maar ja, dat is gewoon echt dom. Ik weet echt niet deze week nog wat geworden is. En misschien is die gewoon hartstikke leuk. En denk je dat het wat serieus haar. Maar ik hoop dat jullie de week vlog heel leuk vonden. Vond je me nou leuk? Vergeet het zeker niet een duimpje op je hoofd te geven. Vergeet zeker natuurlijk niet op mijn kanaal te abonneren. Om mee te supporten. En dan zie ik je de volgende keer weer. Doei!